Hey, Galit. Is je boog, Stefan? Waar mag dan? Hoezo? Wie is dat? Wat? Huh? Wat? Wat is dat? The fuck is dit? Mag ik ook mee eten, of niet? Ik ben Tommy van Lent, ik ben 15 jaar. Ik ben te benoemen als acteur, zeg maar. Ik ben benaderd door Thomas via een vriendin van ons. Dat ik misschien in space zou kunnen. En daarom ben ik hier nu, om te kijken of ik er wellicht in kan. Ik ben wat later gekomen hier, omdat ik had een beetje problemen met het OV om hier te komen. Maar ik ben er nu. Ik vind het best spannend om een concurrent te ontmoeten. Want ja, dat is dan wel iemand die mij eruit zou kunnen spelen. Maar ik vind het niet echt meer spannend om Melle, Galit en Tim te ontmoeten. Want die heb ik al een keer gezien. Ik zou het echt heel leuk vinden om erin te komen. Ik denk wel dat het chille gasten zijn, dus... Het wel goed komen, denk ik. Ik hoop dat we vanavond de tijd hebben om elkaar beter te leren kennen. En dat ik het ook kan vinden met concurrent dan. Misschien blijven we allebei, ja. Misschien is het wel geen concurrent. En misschien is het degene waar ik samen dit avontuur mee aanga. Dat zal nog zeker zijn. Als ik er mag dan, tenminste. Wat ik heb meegenomen in mijn tas is... zonnebril, man. Oordopjes. Ik moest een spelletje meenemen ofzo. Dus ik heb dit. Het is een fucking stresswerkend spelletje. Halligalli party. Het is allemaal gewoon compacter. Maar het is hetzelfde idee. Een tandenborstel met tandpasta. Ik heb een onderbroek, een pyjama shirt, een pyjama broek, powerbank en een laderman. Ik ga nu naar binnen en vraag of ik mee mag eten. Hey, wisten jullie dit? Nee, dit is echt politjes. Tijd opgehaald. Adje. Kijk hoe blij hij is. We zijn nu met twee mensen in plaats van één. Kan ik nog heel even duidelijk zeggen dat... Nee, man. Iedereen kan nog naar huis. Oh, shit. Iedereen kan blijven. Er kan ook één naar huis. Alles is nog onduidelijk. Ja, er werd aangebeld en ik ging als een raket naar achter. Want ik dacht, niemand gaat mijn eetmoment verstoren. Dus ik dacht, ga ik heel vriendelijk even de deur wijzen. Ik doe de deur open en er staat zo'n Klimbergje hijgend aan de deur. Dus het eerste wat ik dacht is er nou weggelopen van thuis om hier naartoe te komen? Maar hij stond echt hijgend aan de deur zo. Toen zei hij van, yo man, mag mee eten. Dus ik zo, ja. En ze lopen zo hier naartoe. En blijven was het een hele grote setup alweer. Plotwisten zijn erger dan de vorige Space of Space. Jezus Christus. Ik heb wel gekeken, man, Space of Space. Nou, moet je pechje. Ik heb met kennis gemaakt met die jongens. En het ging best wel goed. Ik kwam binnenlopen terwijl ze aan het eten waren en Galit deed open. En die keek echt van, hè? Toen stond opeens Tommy van Lent voor de deur. Tommy kunnen jullie kennen van Brugklas en dat soort dingen. En Tommy is ook een hartstikke aardige kerel. Heb ik ook al een keer ontmoet. Hartstikke aardige jongen. Wel leuk, gezellige jongen. Mag best mee chillen, weet je. Ik had niet verwacht dat Tommy kwam. Ik vond Tommy wel fucking chill. En ik zei tegen iedereen ook al, ja, Tommy, hij is chill. Ik vind het wel beter al. Dat zijn leuke jongens. Dit kan maar wat worden. Was er ook nog één andere jongen bij? Ik weet niet of die blijver was, maar die was ook wel... Ja, ik weet niet. Toch wel als concurrent misschien gezien. Ja, superleuk natuurlijk, maar ja. Ook weer meer concurrentie. Maar we gaan het zien wat het allemaal mag uit gaan pakken, hoe het gaat lopen. Ik heb dus dit spel meegenomen. Zenuwenspel. Ik dacht het lijkt me wel leuk om mee te nemen. Stel, je doet 3, 2, 1. Dan heb je hetzelfde drumstel, maar niet dezelfde kleur als dat de vrucht. Dus je hebt geen match. Oké, maar dan moet je wel als eerste op de bel slaan. Wanneer heb je gewonnen? Als je kaart meer hebt. Wat ga je doen? Bluff. Ja? Bluff. Hey! Hij allemaal plukje. Allemaal plukje, bro. Allemaal plukje. En dan verbinden we hem met elkaar. Leg het erop. We verenigen elkaar. Melle! Nog meer, hè. Oh, dit. Hé, dit voelt wel raar, man. Het gaat zo makkelijk, gewoon. Ai, bro. Ik wil ook even Galit roepen. Fuck je, raar. Galit, kom! Heel even, kom snel! Even komen! Rennen, gaf! Nee, dit gaan we aan een fan op eBay verkopen. Heb je haar nou? Je moet een stukje haar aan een drulletje op de stapel. Eén drulletje. Zo bal haar. Nee, bro, dat is een stukje. Uit eerst schaamhaar erbij, bro. Is het een schaamhaar? Ja, zag je dat niet? Dat is een goede knip. Nee, dat is zo. Dat is een buikstroom. Oh, dat is een en de hozette. Woehoe! Je moet daar echt op klaar komen. Oh, hij is het filmen! Matthijs, was het uit?
gezellig. Leuk, lol, grappig, rollen. Af en toe met Melle en Tim wat rollenbollen. Weet je, dus dit is gewoon gezellig. Ja, lollig. Ik kan wel met ze lachen allemaal. Ja, je merkt wel gewoon dat ze allebei echt willen en allebei echt alles over hebben. En ben ik wel blij mee. Dus gewoon, je hebt niet meer nu mensen die een beetje half-half doen. Wel, iedereen is nu echt gefocust en heeft ook zin in. We maken een beetje grapjes, een beetje spelletje aan het spelen. We hadden net een spelletje dat heet fotoroulette. En dan pakt iedereen een random foto uit zijn... Uit zijn fotolijst, ja, daar kan je toch kapot om lachen. Ja, ik ben zeker tevreden met de groep die er nu is. Zal wel leuk zijn. Ik vind het goed nu eigenlijk. Dit moet space worden, vind ik. Ik vind nu dat het gewoon perfect is. Puur omdat ik vind gewoon de... Hoe iedereen met elkaar is, vind ik gewoon chill. Iedereen mag elkaar volgens mij, zoals ik het nu goed heb. En ja, als iemand anders weer komt, gaat het niet beter uitkomen dan dit nu, denk ik. Ja, kijk, waarschijnlijk als je doorgaat naar de volgende ronde, krijg je een ontschoenings-ei op je hoofd. Pamela Galit. Hele leuke regel dus. Maakt niet uit. Wat perfecte moment. Ik deed er echt best op omdat ik wist. We hebben buiten gespeeld met eieren, man. Leuke ervaring wel. Hey jongens, willen jullie deze naam horen? Dit is een officiële naam. Mgabazek. Korabaslu, S. Mohammed. Oké, we beginnen vast met Madia, Aya, Gelu. En opeens vloog de tafel de lucht in. Hij is alweer schoon. Maar niet uit, hij is niet uit. Denk je dat je goede video's met deze vijf zou kunnen maken? Dat weet ik nog niet. Want ik heb ze nog nooit op beeld teruggezien. De jongens hebben tot nu toe niet echt eigenschappen waarvan ik denk van nou, dat kan wel echt botsen. Waarvan ik wel iets denk, is dat Tommy wel zich makkelijk in het begin misschien over zich heen kan laten lopen in een video. Dat hij vrij weinig zegt. De twee heren blijven voor vanavond slapen. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Dat is natuurlijk twee erbij. Dan heb je er meteen alweer een volle groep. Want we waren met z'n vijven. Wat nu weer het ding is. Er kunnen nog steeds beslissingen worden gemaakt. Waardoor er alsnog eentje naar huis gaat. Als ik zo kijk, zou dit het zomaar eens kunnen zijn. Het is zo moeilijk. Want je ziet nu ook twee jongens waarvan je denkt van ja. Ja, leuk. Hartstikke grappig. Dat had ik dan... Anders bij Jens, maar ook een hartstikke aardig kerel, maar die is er nu niet meer. Maar bij deze twee kerels super. Alleen dan denk je ook weer van, ja, maar er zullen ook weer anderen zijn die misschien net beter passen. En dan wil je toch degene hebben die het beste past. En dan is het zo moeilijk om te zeggen van, dit is het. Daar heb ik best wel veel moeite mee. Met die chicks, zoals ooit maar ik weet nog goed voor ze opkruipen. Hey, Thomas, we hebben net een freestyle geschreven, man. We zijn net even hier gaan schrijven. We hebben een beetje... Lopen RS'en. En Melle heeft een hele leuke kerstliedje gemaakt. Ik heb wel een semi-freestyle gemaakt. En Alessio, jij pakt die back op, ja? Hé, maar jullie moeten allemaal vijven. Ja, ha! Is alleen Boekman. Slaap, allemaal, ik heb de slaap. Allemaal, te leunen in de tijd als ze broke zijn. Broke zijn. Denk ik terug aan die shit, het moet zo zijn. Zo zijn. Prik op drie, ik moet er zo zijn. Zo zijn. Nee, die osso moet er kook zijn. Kook zijn! Ik ben alleen en ik weet je wil je ook zijn. Ook zijn! Wij die plegen oogfeest. Oogfeest! Je prikkie en die gooit ze O-face. O-face! Lang met je praten heb niet veel time. Veel time! Gewoon mijn snaps met die chick zoals ooit mijn. Ooit mijn! Goed voor space, ik was opkruip. Opkruip! Yo, fucking vile man! Vroeger at ik snoepjes uit de snoeppot. Yeah! Nu kan het niet meer! Want die is op! Yeah! Want nu is de snoep op! Want het gaat niet om snoepgeld als die chick gedropt wordt. Oh. Het gaat niet om snoepgeld als het je gedropt wordt. Ik hou ze voor de gek nu hoor. Ik hou ze voor de gek. Wat is dit naar, zeg? Het is zo een kloot. Ik zag mijn reactie vanaf het. Ja, ik had net al gerapt, dit stukje, en die hebben we even aangepast, man. Want we moesten al eventjes tijd voor te zeggen, weet je. Ik was over met Tim en Melle bellen. Vaak discussies over de nieuwe groep, dus Thomas moet vaak bellen. Maar ik heb een geheim en die mag ik niet vertellen. Dus wees even stil, anders laat ik dit tot drie tellen. Deze twee namen me net mee naar buiten. Hadden een paar dingen die ze graag wilden uiten. De jongens die hier zitten, dat is de nieuwe groep. Maar Melle, blijf even stil voordat je weer iets raars roept. Dit is geen joke, wij vijf zijn de nieuwe space. En het spijt ons voor het wachten, we zijn lang weg geweest. En voor de fans verwacht nu een groot feest. Space wordt weer booming en dat is altijd zo geweest. Hey! Jullie zitten er allebei in, man. Hey! Hey! Hey!
Dit was niet wat ik had verwacht. Oh, je zei net vanuit de vliegtuig. Goeie punt. Ja! Lekker, man. Ik dacht, hij komt zo zielig binnenlopen. Maar weet je waarom hij dat zei? Schrijft dat hij gaat stoppen of zo. Maar weet je waarom dat zei? Omdat Tim zei, hij heeft met een lijpe freestyle geschreven. Dus ik zei, Tim weet waar ik het over heb, maar Tim dacht ergens anders aan. Maar weet je nog goed voor Space? Ik was opruim. Van dit woord Space? Wordt dit Space als het aan jou ligt? Kan je daar iets in verwerken? Want dit gaat Space worden. Zeker. We weten het allemaal dat dit Space gaat worden. 100%. Eerlijk. We willen dat jij dat in die rap gooit. Denk jij niet dan, Galit? Denk jij niet dan? Laat me snel een a cappella maken. Eerst in de groep met Tim en Melle. Vaak discussies over de nieuwe groep. Thomas moest vaak bellen. Het moet wel duidelijk zijn. Zo duidelijk dat ze opeens denken, Galit, van... Huh, ja. Wat zeg jij nou? Galit, iets in de zin van... Ja, en ik ga je nu zeggen, dat is real shit. Real shit. Thomas en Denzel hebben overlegd. En hij zegt dat je erin zit. Voor de mensen thuis, deze gast heeft echt één gekke talenknobbel. Hoe snel hij dit. Maar ik heb een geheim en die ga ik je vertellen. Dus Thomas moest vaak bellen. Maar ik heb een geheim en die ga ik je vertellen. Zo? Ja, en dan? Dus dit is de nieuwe Space, dat kan ik je nu vertellen. Bam. Fact! Bam, en dan drop de mij. Ik ga dan jullie. Ja, dan gaan we toch zeggen. Nou, dit is de groep waarbij. Waarmee wij allemaal hebben beloofd weer te gaan rocken. En ik weet dat jullie. Nog steeds denken van, Sam van Dijk en Sam Collet zijn weg, fuck. En jullie zijn allemaal waarschijnlijk nog steeds daardoor echt verdrietig. Alleen, deze twee jongens, daar heb ik zo fucking veel vertrouwen in. Ik ook, man. We gaan het goed doen. Ja, en zie dit als een nieuw begin, hè. Zie dit als een heel nieuw begin. Mega zieke content voor jullie maken. En we zien jullie heel snel bij de volgende meet and greet met deze twee nieuwe guys. Yes, volg ze trouwens allemaal op Insta. Volg ze even allemaal op Insta. Masso. Hi, Gaat. Hey, mam, ik bel je nu. Het wordt ook opgenomen. Je staat op luidspreker. Alle boys zijn erbij. Ja. Er is nog. Hallo. Er is nog een jongen bijgekomen voor het avondeten. En de groep klikt echt super goed. Het is super gezellig. En Galit deed net heel zielig, alsof hij ging stoppen of zo. En hij ging ineens rappen. En ik dacht, hij gaat rappen over dat hij gaat stoppen of zo. Dus ik had al mijn hart in mijn keel zitten, want ik dacht, nee joh, ga je toch niet menen dat hij gaat stoppen? Wat gebeurt er? Galit begint zeg maar te spitten. Hij eerste twee lines, ik dacht, dit wordt afscheidsliedje. En ineens zegt hij zo, dit is de nieuwe Space. Dus ik zit in Space. Ja, hey, ze waren al onze moeders ook. Hey, leuk man, gefeliciteerd. Thanks. Superleuk. En er is een andere jongen bijgekomen. Ja. Hallo. Top joh, hallo. Hi. Nou, ben je benieuwd? Maak je nog een foto dan van de groep? Nou, liever, veel plezier. Ja, dankjewel. Doei. Yo. Later, douchie. Douchie. Dat was mijn moeder. Hey, ik zeg feestje bouwen. Holy shit!